Kijk, hier is het pakje, daar ben ik dan. En wat is dat dan voor pakje, daar ben ik dan? Nou, dit is namelijk onze Nest buitencamera. Ik ga hem uitpakken, ik ga het jullie laten zien en dan ga ik hem even demonstreren hoe je hem helemaal moet instellen, moet uitproberen, noem maar op, dat is leuk. Kijk, we gaan hem even openmaken, dus we nemen een klein mesje en dan maken we hem even open. Zo. Kijk, ja ja, kijk eens aan. Nou, dat is allemaal papier. En kijk, daar is die dan. De Nest. Nestcam Outdoor. Ik heb expres voor deze gekozen omdat je kan hier namelijk altijd de opnames terugkijken. Van 10 dagen, zelfs tot 30 dagen als je een duur abonnement neemt. Maar tot 10 dagen kan je terugkijken. En je kan live kan je opnemen en kijken. 24 uur per dag. En omdat hij gewoon op stroom staat, maakt het niets uit. Die kabels begeleid. Aha. Nou, mooi hoor. Nou, dit is de eerste indruk. Ik heb hem uitgepakt. Dan ga ik, als het verstandig is, eerst maar eens eventjes. Kijk. Even de handleiding in. De guide installation. Nest Camp Outdoor. Die ga ik eerst maar eens eventjes doornemen. Hier staat het beter. Installatiehandleiding. We gaan zo weer even verder. Oké, ik heb wat spulletjes klaargezet. Ik ga de Nestcamera ga ik hier in mijn plaats ga ik plaatsen. Een nestkastje gebouwd. Kijk, die heb ik even in elkaar getimmerd. Zit in elkaar. Dan heb ik hier dat Nest ophangsysteem voor die magneet heb ik hier al achterin vastgemaakt. En dat kan ik er eigenlijk wel eventjes op klikken. Dat kunnen jullie meteen zien. Dat is, dit is het magneetje. Zie je, dan haal ik dat ondergrondje haal ik eraf, dat plakkertje, dat is die beschermertje. En dan, als je goed kijkt, dan zie je ook dat dat zo loopt, hier plat en hier plat. Dus die moeten die plat... Zo, klik, hartstikke idee. Nou, je zag hoe makkelijk het ging. Ik moet hem echt tegenhouden om eraf te trekken, zo vast zit dat. En dat is gewoon het magneetje en die gaat er dus zo in. Nou, hij zit nu echt muur en muur vast. En dan is dus de bedoeling dat de camera, die komt hier dan zo op. En dan kan je hem zo richten en doen op noem maar op. Het is de bedoeling dat hij, even kijken, daar aan de muur komt. Ik wil hem net boven die lamp hebben hier. Deze stekker, ik laat dit allemaal nog eventjes ook zo lekker aan elkaar, want dat moet er allemaal onderin komen. Ik heb ook voor de zekerheid aan de onderkant, kijk wat gaten geboord, dat als er eventueel heel veel slagregen in zou komen, dat het er eventueel uitloopt, zodat niet die kabels in het water liggen. Nou maakt dat volgens de beschrijving niet zoveel uit, want je hebt hier die Nest stroomverdeler en dit is een USB. En als je, ja, je kan het bijna niet zien, maar hier zitten wat puntjes op en hier zitten wat puntjes op. Dus als je hem erop zet, draai je dat witte puntje hierheen en dan moet dat donkere puntje daarheen. Dan draai je hem zo vast. Kijk, zie je? Dan zit dit goed vast. Dan is het de bedoeling dat de stekker... Kijk, ik heb de, zoals je ziet, de stekker er afgeknipt, omdat hij aan de lamp vast moet komen te staan. Ik haal dit er ook eventjes van af, dat heeft toch geen nut. En is de bedoeling dat hij hier doorheen gaat. Ik heb hier een gaatje geboord. Dan gaat hij doorheen, kijk, dan komt hij er aan de achterkant uit. Dan kan ik dat gewoon lekker aantrekken. Zodat dat er allemaal alvast in zit terwijl ik het ophang. Het is, je zag dat ik die Nest app op mijn telefoon heb geselecteerd en aangesloten heb. Nu is nog de bedoeling, ik moet natuurlijk die camera, die moet ik nog koppelen aan mijn account. Zo, dat is allemaal zaagsel. Dit hier zit een QR-code, die moet ik scannen met mijn telefoon. Nou, dan moet ik eerst even in de App Store de app downloaden van Nest. En als ik die gedownload heb, dan moet ik in mijn welkomscherm moet ik mijn e-mailadres en mijn wachtwoord aan gaan maken. En als ik dat gedaan heb, dan ben je ingelogd in die Nest app en dan zeg je op het plusje drukken omdat je een camera wil toevoegen. Dan krijg je de opdracht om die QR-code te scannen die daarbij staat.
En dan zegt hij van, we kiezen waar het is. Nou, de achtertuin in dit geval. En dan gaat hij via de wifi gaat hij de proberen contact te liggen met je telefoon. Dan moet je het wifi-netwerk selecteren. En als je je wifi-netwerk hebt geselecteerd, het wachtwoord erin zeggen. En zo gauw dat gelukt is, dan zegt hij, oké, we zijn connected. Nou, dan krijg je een welkomstmailtje van Nest. Dat je, dankjewel voor het creating een Nest-account enzovoort. En dan krijg je ook de melding dat je Nest Aware erbij kan nemen. En dan krijg je een mailtje toegestuurd als je er een melding is van je camera. Nou, dat werkt toch geweldig? Je zag, hij gaf aan dat ik eerst de camera moest aansluiten aan het stroom. Want anders dan kan ik het wifi er nog niet op aansluiten. Nou, zover ben ik nog niet, dus ik moet eerst het kastje even ophangen. En dan het kastje verbinden. En dan laat ik jullie eventjes zien hoe dat verder gaat met die camera verbinden. En wat voor zicht je dan hebt. Ik haal hem er eerst even af. Deze draai je weer terug. En die trek je naar achteren. Zodat de camera even los blijft zitten bij het installeren. Kijk, hartstikke idee. Ga ik even het kastje ophangen. Dat gaat als volgt. Zo, we plaatsen even de ladder. We knippen de los zo. Hartstikke idee. En dan de draadjes. Die zijn ook los. Die kunnen dan zo in één keer in. Gaan we even hierboven kijken hoe die moet komen te hangen. Zo. Deze moet los, die moet open. Dan kan die daarin. Zo, we hebben de draden van de Nest hebben we erbij gezet. Dat zit ook weer waterdicht. Hij gaat hierheen naar boven en dan gaan we hem hier ophangen. Dus. Oké, heb ik voor de juiste maat. Moet er even een schroefje hierin. Zo, dan zetten we even de nestkast erop. Zo, het nestje voor het nestje hangt. Veel te lange draad. En dus dat trekken we van binnen uit. Kijk daar. Ga ik dat eventjes terugtrekken naar binnen toe. Goed, dan gaan we even de camera pakken. Die gaan we er even in plaatsen. Weer even vastzetten. Kijk. We pakken even de houder. Die trekken we even terug. Nou, dan gaan we eerst eens even kijken of we hem kunnen verbinden. We gaan er even stroom op zetten. Zo. Even kijken. We openen even de Nestcam. Kijk, hij is nu aan het verbinden. Kijk, dan ziet hij het netwerk. Dus ik kies het netwerk wat van ons is. Ik voeg even het wachtwoord in. Plak. En ik zeg verbind. Wifi instellen, zegt hij dan. Ping, hoor je? De camera deed al ping. En verbonden. Nou. Eigenlijk is het hartstikke simpel, je ziet het. De Nestcam is outdoor, je hoort nu live beelden te zien. Even kijken. De camera wordt nu opnieuw opgestart. Kijk eens aan. Wow. Oké, nou die moet nog een heel stukje naar beneden zo te zien. We gaan even ietsje lager zetten die camera. Kijk, dit is nog niet goed. Hè? Huh? Oh, ja. Nou, je hoort het. Maar goh, die krijgt al een berichtje op de telefoon dat er is iets ontdekt in de achtertuin. Oh, wat jammer. Hij is... Oké, live? Ja, dat klopt. Ik ben nu live. Oké. Nou, hij hangt. Ik heb hem uiteindelijk zo gehangen en er niet in, want hij kon er niet in omdat hij anders dan, hij neemt zo'n groothoeklens op. De camera neemt zo'n groothoeklens op, dan zie je die wanden van dat kastje, dus dat was niet zo'n succes. Nou is het niet zo heel erg, dus ik heb hem aan de buitenkant, want die camera is toch waterdicht. Maar
Ja, het was eigenlijk heel veel werk wat ook wat simpeler gekund had achteraf. Ja, dat is achteraf. Hij hangt in ieder geval en zoals je ziet, hij neemt een aardige hoek op. Dit hele stuk staat erop. Ik ga eventjes wat spullen opruimen, zodat we even wat beelden terug kunnen gaan kijken. Nou, uiteindelijk zijn dit de beelden die we dan elke keer krijgen, waar we een melding van krijgen als er beweging is in de achtertuin. We hebben de achterplaats geselecteerd zodat hij alleen die plaats neemt en niet als je binnenloopt. En ook niet als het wasgoed heen en weer gaat, echt als er een persoon is.